Ik ben Tom Persoon. We staan hier bij Forever Plants, het bedrijf waar ik mede-eigenaar van ben. Bij Forever Plants produceren wij een heel breed pakket aan tropische planten, tropische kamerplanten. Aangezien dit pakket heel breed is en we dat aan heel veel verschillende klanten hoogfrequent kleinschalig uitleveren, hebben wij gekozen voor een WPS afleversysteem. We hebben hier van WPS een afleverbuffer staan met een heel aantal sorteermogelijkheden erbij voor het invoeren van de afleverbuffer. Dus we hebben eigenlijk drie verschillende aanvoerlijnen aan de inputkant, waar we met een fastlane het systeem kunnen vullen, waar we gewaswerkzaamheden kunnen doen en waar we plantsorteringen kunnen maken. Uiteindelijk worden die soorten allemaal gevoed via de achterkant van het systeem en aan de voorkant van het systeem kunnen we ze er allemaal weer uitdraaien richting onze inpakstations. En bij die inpakstations hebben we 8 werkplekken om al onze klantspecifieke orders klaar te maken. En op die manier van werken beginnen we ondertussen steeds meer efficiëntie te behalen ten opzichte van onze oude situatie. Waarom we uiteindelijk echt voor het WPS-systeem opnieuw hebben gekozen is omdat we daarmee voornamelijk meer efficiëntie konden behalen, maar ook gewoon heel veel overzicht in onze organisatie konden creëren. We hebben heel veel werkprocessen gecentraliseerd. Voorheen waren er veel mensen in allerlei plekken van de kwekerij bezig. Nu hebben we eigenlijk nog maar 2 concentratiegebieden aan de invoerkant en de uitvoerkant van het systeem waar alles gebeurt. En dat levert gewoon enorm veel rust en overzicht op in de organisatie en voor de mensen die dat allemaal moeten kunnen overzien. En uiteraard moet het ook een stukje arbeidsbesparing opleveren, zodat we de handelingen gewoon sneller en efficiënter maken. En dat hele proces is iets waar we nog volop in zitten. Het is een compleet andere werkwijze weer dan voorheen. Dus dat heeft ook sowieso tijd nodig om daar weer aan te wennen met z'n allen. En daar halen we steeds meer uit. En het is ook leuk om te zien dat we elke keer nog weer een beetje verder daarin komen om nog weer meer uit het nieuwe systeem te halen.